fietstoer door Valencia. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Taïna van het kanaal Live Love Travel, het kanaal voor al je reisadvies. Kan je nog wel wat advies gebruiken op het gebied van reizen? Overweeg dan om je te abonneren op dit kanaal. Dat kan heel makkelijk door hieronder op de rode knop te drukken. In deze video vertel ik je over mijn fietstour door Valencia. Ik vertel je onder andere waar ik het heb geboekt, wat de kosten waren en wat we tijdens deze tour hebben gezien en wat ongeveer de route was. Ik heb het dus geboekt bij Baya Bikes, maar het viel onder Valencia Bikes. Zij verzorgden de fietstour. De fietstour kost €27,50 per persoon. De tour duurt 3 uur en het is met een Nederlandse gids. Baya Bikes zit niet alleen in Valencia. Je kan bijna bij iedere stedentrip, waar dan ook ter wereld, een fietstour bij hun boeken. Ruimte tijd om eventjes foto's van te maken bij de leuke en de mooie bezienswaardigheden. Dus dat was ook zeker een pluspunt. Het was niet heel erg gehaast, van snel weer door. Het was gewoon een heel prettig, fijn, rustig tempo. Nou, misschien schrikt het je een beetje af, 3 uur lang fietsen. Maak je daar echt geen zorgen over. Je stopt heel vaak om even te horen wat de gids te vertellen heeft over een bepaalde bezienswaardigheid. Daarnaast heb je even een fotomomentje en je stopt echt heel vaak. Vaak is het een paar honderd meter fietsen en je stopt alweer. Dus maak je daar absoluut geen zorgen over. 3 uur is echt zo voorbij. Nou, de fietstour begon vlakbij het historische centrum van Valencia, vlak tegenover het park. En je fietst voornamelijk een groot deel in het park. Er is namelijk een heel groot lang park, volgens mij wel 11 kilometer lang. Dat was vroeger een rivier, maar die is drooggelegd en uiteindelijk is daar een heel mooi park van gemaakt. En daar fiets je heel veel door. Daarnaast pak je ook een klein stukje van het historische centrum. Daar zigzag je zo wat tussendoor. Na het stukje historische centrum zakten we voornamelijk af richting het zuiden van Valencia. En daar gingen we naar de stad van de kunsten en wetenschap. Een prachtige plek. Echt waanzinnig mooi. En vervolgens fiets je langzaam weer naar boven. En dat stukje route ging voornamelijk via het park. Dit was hem dan. Dit was de video over de fietstour door Valencia. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad of hebt genoten om hiernaar te kijken. Heb je vragen? Stel ze gerust hieronder bij de reacties. Of stuur me even een mailtje. En dan reageer ik daar zo snel mogelijk op. Bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik je volgende week weer terug.